Ja, ik ben Joachim Moens en ik ben lector aan de Hogeschool Gent. En ook verbonden aan het onderzoekscentrum Agrofood Nature. Ik geef lessen rond plantenbescherming en ja, in de plantaardige productie verschillende teeltvakken, sierteelt en fruitteelt. En daarnaast doe ik ook nog een deeltje onderzoek, maar dan onderzoek vooral gericht naar functionele biodiversiteit en natuurlijke vijanden. Ik geef les aan studenten landbouw, groenmanagement. Dus dat zijn studenten die later in het werkveld ja, in de landbouw terechtkomen, maar ook teeltadviseurs kunnen worden. En studenten groenmanagers zijn ja, groenmanagement, tuinaannemers, plantentelers, teeltmanagers. Dus daar komen zij later in het werkveld terecht. De bedoeling is om dat in onze lessen in een, ja, ergens in een vast uur te gaan toepassen. Dus we hebben vorig jaar de testfase mee aan deelgenomen. Dat is goed verlopen. En nu gaan we kijken om dat dit jaar toch ergens een vast aantal uur aan te geven, een tweetal uur denk ik, om een deel van die toolbox online ter beschikking te stellen en eerst een korte introductie te geven en nadien de studenten zelf aan het werk te laten, de video bekijken en de vragen eventueel in te vullen. Voor mij wel. Allee, het is te zien hoeveel dat je er eigenlijk al van kent, van de inhoud of van het thema. Onze studenten beginnen vaak van niveau 0, dus ze moeten geïntroduceerd worden in het thema. En dan lijkt mij dat wel, allee, zijn er verschillende lessen dat waardevol zijn, dat echt vanaf basis opbouwen en waar dat dan in stappen dieper en dieper op in details worden op ingegaan. Dus ik denk wel, allee, voor onze studenten is dat zeker waardevol om toe te passen. Goh ja, misschien eventueel ja, nog iets meer praktijk daar proberen in te krijgen in de video's. Ja, ik denk dat dat misschien het belangrijkste is. Iets kunt, ja, dat kan nog beter, denk ik.